Wat blijkt nou? Het blijkt dus gewoon dat ik zwaar glutenintolerant ben. Ik ben dus gewoon zwaar intolerant ten opzichte van gluten. Weet je? Als ik erin tegenkom, zeg ik: "Je flikker toch op, man!" Weet je? Nou, en ik kwam erachter, ik zat gisteren bij de dokter. Hij zei: "Wat is er aan de hand?" Ik zei: "Ja, ik voel me gewoon een beetje bleh. Ik voel me gewoon een beetje bleh." Hij zei: "Ja, maar op, ik zie het al." Hij zegt: "Jij hebt last van gluten." Ik zeg: "Gluten! Gluten!" Hij zei: "Ja, man, gluten." Ik zeg: "Dat meen je niet!" Hij zei: "Ja, man." Ik zeg: "Wat zijn dat eigenlijk, gluten?" Hij zei: "Ja, dat weten we niet precies, maar in principe komt het er gewoon op neer dat je best wel een aansteller bent." Ik zeg: "Nou, daar kan ik wel mee leven," zeg ik. Dus ja, nu mijt ik zoals de pestdiefus, weet je. Ik ga niet meer naar achterstandswijken. Ik neuk geen boterhammen meer. Ik flikker af en toe een baksteen door de ruit van de buurman. En nou, het gaat nu in principe wel een stuk beter met me. Dus dokter bedankt. En alle gluten het land uit.